laat naar de kermis ging, heb ik daar iets leuks gezien. En ik zag daar heel alleen een meisje staan, zij was amper 17. Wat ze graag zou willen, heb ik haar gevraagd, ze wou zo graag een daddy geven. Ik zag niet lang na en heb ik haar bedroogd, ja de meisje beviel me zeer. Oh, oh baby, schiet voor jou daddy weer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou droeg ik nog een keer, al kost dat mij misschien de laatste cent. Eerst gingen we samen in een reuzenrad, met zijn arm daar om haar heen. Maar toen ik haar vroeg of ze me kussen wou, ik zei maar lach wat aan het zijn neem. Want ze wou beslist, eerst had Teddy weer en de kussen van mijn andere keer. Weer dacht ik na en ik haar beloofd, ja de meisje beviel me zozeer. Oh, oh baby, schiet voor jou Teddy weer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor het kus van jou doe ik nog niet meer, al was het mij misschien de laatste cent. Zo gingen we samen naar de schiet en toe, dus wat de man juist drie mannen zien. En hij won daarmee de laatste Teddy weer, je liet het toen mijn meisje zien. Toen was ze uitgesteld, want die Teddy weer was gewoon het einde voor haar. Ze liet me doodlijk samen, ging de weg met hem en ik riep haar nog achterna. Oh, oh baby, schiet voor jou Teddy weer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog een keer, al kost dat mij misschien de laatste cent. Oh, oh baby, schiet voor jou Teddy weer, ik wil dat jij gelukkig bent. Voor een kus van jou doe ik nog een keer, al kost het mij misschien de laatste cent. Al kost het mij misschien de laatste cent.